naar je volgende club, waar die jongeren mogen zijn, of in Nederland of in het buitenland. We gaan het zien. We gaan je volgen in ieder geval. Silke is nog wel een speciaal geval, want ja, ze heeft eigenlijk altijd een groene shirt gedragen, vanavond al een zwart shirt. Volgens goed ingerichte bronnen blijf je wel bij de vereniging, althans daar ga ik vanuit. Dankjewel, je hebt volgens mij 4 seizoenen bij dames 1 gespeeld, landskampioen geworden bij dames 1, dus je hebt ook een mooie prijs gehad. Jammer dat je weggaat, maar gelukkig dat je bij de vereniging blijft en we komen elkaar nog tegen. Rosita, ook 4 seizoenen bij de Agenda gespeeld, ook landskampioen geworden bij ons, dus je hebt ook een mooie prijs gewonnen. Ja, 4-5 jaar bij Mathilde gespeeld, ben je eigenlijk in Mathilde meisje, altijd een dame moet ik zeggen, dus dat heb je eigenlijk wel gehad. Jammer dat je weggaat en heel veel succes bij je nieuwe club in Zwolle en we komen elkaar vast nog wel tegen. Twee seizoenen met Mazenna en je gaat verhuizen, heb ik gehoord. Je gaat Turkus praten, Achterhoofd praten. Je gaat wel die kant op. Dankjewel voor alles wat je hier hebt laten zien. En het was een moeilijk seizoen. Begonnen met een blessure, toch weer goed teruggekomen. En nou, jammer dat je weg gaat. En wellicht dat het met jou naar tweede kan. Alsjeblieft. We hebben ook twee seizoenen met Mazenna. En begon als diagonaal, dit jaar als basisloper. Dat deed je zo ontzettend goed dat je zo enorm uit je dak ging. Als je een punt scoorde, dat spontaan je schouder uit de kom ging. Ja, dat is niet helemaal goed. We hebben van je genoten, met name de laatste fase, moet ik heel eerlijk zeggen. Die was helemaal oprecht. Goede plek. En we wensen jou heel erg veel succes toe bij je volgende club. En we gaan je waarschijnlijk in de competitie nog tegenkomen. Alsjeblieft. Mevrouw Westerling, Helene, ik mag het zeggen. Helene is ook een bijzonder verhaal. Helene heeft hier 6 jaar bij Antjana gevolgd. Maar, zeg ik, Helene heeft een hele korte wereldreis gemaakt. En die wereldreis ging tot Gent. En ja, toen vond ze eigenlijk wel mooi geweest. En toen kwam ze weer terug. Dat vonden wij helemaal niet erg. Helene, dankjewel. Je hebt hier echt prijzen gewonnen. Je bent bekerkampioen geworden. Je bent hier landskampioen geworden. We hebben enorm van je genoten. En ik hoop dat we elkaar waar dan ook nog maar tegenkomen. Ja? Dat geeft mij ook hetzelfde. Bosje Bloemen, mag je naar Galoes mee? Wellicht komen we daar weer tegen. Alsjeblieft. Ik wil de bedanken die ons het hele jaar gesteund en geholpen hebben. En dit zijn nu weer een heleboel, dus ik ga jullie allemaal opnoemen. Als jullie allemaal naar voren zouden willen komen bij Kleinigheidje, dan voor jullie als aanleg bij dit seizoen. Allereerst onze invallers. Ik weet niet of ze er zijn, ik zag ze net wel zitten. Gina, Katty en Monique. Volgens mij zijn ze ondertussen weg. Onze DJ Emiel en Michel, die heb ik hier al. We hebben onze vaste tellers. Ria, Willemien, Monique, Saskia, Mariette en Esther. Ons moet ik allemaal achter elkaar op gaan noemen. Jan Voortman, Tony, Martin, Jaap van Brummen, Marga Thijssen, Peter Schuitenmaker, Esther Schuitenmaker, Freek Meeske, Jan Wijsterbos, Karen Bredenoord, Annemarie Koldehoff, Ineke de Beest,